Hallo lieve mensen allemaal, hier ben ik weer. Ik ga een weekendreading doen op het gebied van liefde voor alle sterrenbeelden. Dit zijn algemene hele korte readingen, waarbij ik een orakelkaart ga leggen en 3 tarotkaarten op de energie voor het komende weekend van vrijdag 2 juli tot en met zondag 4 juli. Ik ga beginnen met de luchttekens. Het zijn algemene boodschappen, dus het hoeft niet voor iedereen te resoneren. Neem gewoon mee wat voor jou resoneert en laat de rest lekker achterwege. Ik begin met het sterrenbeeld Weegschaal. Universum. Welke boodschap kunt u mij geven in de liefde voor de Weegschaal voor het komende weekend 2 tot en met 4 juli? Welke boodschap kunt u me laten zien voor de Weegschaal in de liefde? Aankomend weekend. Aankomend weekend. Ja. Dat is de eerste boodschap die er voor jullie uit moet komen. Make the effort. Doe de moeite. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Een grote liefde is het waard om de stappen te nemen die je aangereikt krijgt vanuit het hogere. Dus doe de moeite aankomend weekend. Weegschaal. Ik ga kijken wat de tarot voor jullie te vertellen heeft. Welke boodschap kunt u mij geven? Die pak ik nog niet, want ik was nog niet uitgesproken. Universum, welke boodschap kunt u mij geven voor het aankomende weekend voor de Weegschaal in liefde? Komt eruit. Wow. Hele mooie kaart. Twee kaarten. Voor de Weegschaal in de liefde. Eerste kaart. Kelke 9. Waterenergie. Het kan te maken zijn dat je te maken hebt het komend weekend. Of de persoon waar jij aan denkt op dit moment. Met een kreeft, een schorpioen of een vissen. Dan als tweede kaart. Schildknaap van pentakels. Aarde teken. Dus het kan ook zijn dat jij te maken hebt met een stier, maagd of een steenbok. En de derde kaart, schildknaap van zwaarden. En dat is een luchtteken. En dat is tweeling, weegschaal en waterman. Met 2 schildknapen hier op het dek zie ik dat er een liefdevolle samenwerking zal zijn tussen 2 personen. Dus wellicht tussen jou en jouw persoon op het moment dat jij dit weekend de stappen durft te nemen. Met de kelke 9, dat is een energie van emotionele voldoening. Beloning krijgen voor hetgeen, het werk wat jij in de situatie hebt gestopt. Dus neem je die stappen, dan zal dat ook beloond worden. Met deze 2 samen zal dat beloond worden met een liefdevolle samenwerking tussen jou en jouw persoon. Let wel op de details in het contact, in deze relatie. En maak wel overwogen beslissingen in deze situatie. Ja, zoals de Romans Angel card zegt, je bent... van bovenuit zullen jouw gidsen jou helpen om de juiste stappen te nemen. Dit kan staan voor een communicatie. De schildknapen, dat zijn boodschappers. Dus ja, je hebt 2 keer een schildknaap hier liggen. Dus ik zie inderdaad dat jij dit weekend een boodschap gaat overbrengen aan jouw persoon.
En dat heeft te maken met emotionele vervulling, een emotioneel vervullende relatie en stabiliteit. Dus dat is wat ik voor jullie heb, lieve weegschalen. Dan gaan we verder naar het volgende sterrenbeeld. En dat is tweeling. Nou, ik ben benieuwd, tweelingen, wat ik voor jullie mag doorgeven vanuit het universum. Spirit Universum, welke boodschap heeft u voor de tweeling voor het aankomende weekend? Het weekend van vrijdag 2 juli tot en met zondag 4 juli voor de tweeling. Ja, en daar springt meteen een boodschap uit. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Dus sta open voor wat er op je pad komt. Jouw soulmate kan anders zijn als je normale type. En de verwachtingen die jij hebt bij jouw persoon. Of degene met wie je graag in een relatie zou willen. Dus het kan zijn met deze kaart dat je inderdaad het aankomende weekend iemand op je pad komt. Wat niet het normale type is waar je normaal op valt. Dus let daarop. Want het kan wel eens je soulmate zijn. Dus wat heeft de tarot voor de tweelingen? Aankomende weekend, 2 tot en met 4 juli. Welke boodschap is er voor de tweeling in liefde van aankomende weekend? Aankomend weekend voor de tweeling. Welke kaarten, boodschappen kunt u me laten zien voor de tweeling? Nog 2 kaarten alsjeblieft voor de tweeling en de liefde van het aankomende weekend. 2 tot en met 4 juli. 2 kaarten voor de tweeling. 2 kaarten voor de tweeling. In de liefde. Mag ik nog 2 kaarten voor de tweeling in de liefde aankomend weekend? Ja, deze flipte over. Oeh! Jeetje. Nog 1 kaart alsjeblieft. Nou, er vallen er 2 uit. Dus ik ga ze ook gewoon pakken. De eerste kaart die eruit valt is het oordeel. Spannend. Spannende beslissingen aankomend weekend. Dan de aas van kelken. Waterenergie. Kan zijn dat je te maken hebt met een waterteken. Dat is schorpioen, kreeft of vissen. En dan kwamen er nog 2 kaarten uit. En dat zijn wat mindere kaarten. En dan heb ik hier de 5, de kelken 5. Wederom water. En ik heb de zwaarden 5. Luchtenergie. Jouw energie, tweeling, weegschaal en waterman. Wat ik hier zie inderdaad. Dan leg ik ze zo neer. Jij gaat dit weekend een oordeel voor jezelf maken, om het zo te zeggen. Er zal een nieuwe persoon op je pad komen, inderdaad. Waar deze kaart het ook over had. Jouw soulmate zal wellicht anders zijn als de persoon die jij in gedachten hebt. Of de verwachtingen die je hebt. Of je normale type. Je gaat daarover oordelen. Je gaat bij jezelf na. Is dit iemand waarmee ik een relatie zou kunnen / willen hebben? Deze persoon komt wellicht met een liefdevol aanbod. En daar zal jij inderdaad over na willen denken. Of je dit aanbod wil aannemen.
Dus wellicht een heel intuïtief, emotioneel persoon. Misschien is dat normaal niet het type waar jij op valt. Maar deze wil een nieuw emotioneel begin met jou. Met de 5 van zwaarden. En ik voel hierbij dat dit wellicht de energie is van jouw persoon die dit aanbod doet. Met de 5 van zwaarden zal deze persoon willen winnen, koste wat het kost. Het kan ook zijn dat dit iemand is die eigenlijk aan zichzelf denkt op dat moment. En wellicht dat je daarom ook je twijfels hebt en bij jezelf nagaat van... is dit wel iemand die bij mij past? Met deze kelke 5, dat is een energie van down zijn, kan depressieve gedachten zijn, het kan zijn vasthouden aan het verleden en niet zien wat er voor je ligt. Dus wanneer deze nieuwe persoon komt met zijn liefdesaanbod aankomend weekend, blijf niet vasthouden aan het verleden. Maak geen vergelijkingen met mensen, personen waar je wellicht in het verleden een relatie mee hebt gehad. Kijk naar die 2 cups die hier staan. Want degene kan heel anders zijn dan dat jij gewend bent om normaal mee in een relatie te zijn. Of qua uiterlijk. Kan op elk gebied zijn. En maak je oordeel. Spannend. Heel spannend voor de tweeling aankomend weekend. Nou, succes. Ik ga verder naar het volgende sterrenbeeld. En dat is het sterrenbeeld Waterman. Welke boodschap mogen we zien voor de Waterman in de liefde? Spirit, universum. Welke boodschap heeft u voor de Waterman? Liefde voor de aankomende weekend, vrijdag 2 juli tot en met zondag 4 juli. Welke boodschap heeft u voor de Waterman? Welke boodschap heeft u voor de Waterman? In de liefde. Welke boodschap heeft u voor de Waterman in de liefde? Kaart eruit. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. Uit jouw liefde. Maak dat romantisch gebaar naar die persoon die jij op dit moment in jouw hoofd hebt. Spannend. Welke kaarten komen er uit de tarot voor de Waterman voor het komende weekend in de liefde? Welke kaarten, Spirit, kunt u mij laten zien voor de Waterman in de liefde het aankomende weekend? 2 tot en met 4 juli. Liefde voor Waterman. Welke kaarten mogen wij ontvangen voor de Waterman? Eerste kaart. 5 van Pentakels. De tweede kaart. Koning van Kelken. En de derde kaart, het Rad van Fortuin. Wat ik hier meteen uit opmaak, met de 5 van Pentakels. Dus een kaart van in de steek gelaten voelen, alleen voelen, eenzaam, je eenzaam voelen. Dus ik heb het gevoel dat dit deze situatie aankomende weekend te maken heeft met een persoon die jij... kent uit je verleden, waarmee je wellicht een contact hebt of op dit moment helemaal geen contact hebt of waar je een relatie mee hebt gehad eerder. Het kan zijn dat deze persoon weggelopen is bij jou of andersom natuurlijk. Het kan een aardeteken zijn, dus stier, maagd of steenbok waar je mee te maken hebt in deze situatie. Met deze koning van Kelken zie ik, voel ik daarbij, dat is een waterteken, dus dat is kreeft, schorpioen of vissen.
kan zijn dat je met een van die tekens van doen hebt. De koning van Kelken is iemand die zijn emoties heel goed onder controle heeft. Kan een vrouw zijn, kan een man zijn. We hebben beide mannelijke en vrouwelijke energie in ons. Ik heb het gevoel dat deze persoon zijn emoties inderdaad in zich houdt. Zich nog niet heeft durven bloot te geven. Het kan zijn dat je daar een in- en uit contact mee hebt gehad. En dat het op een gegeven moment, ja, dat je het gevoel hebt gehad van, voelt deze persoon wel hetzelfde voor mij als dat ik voor hem of haar voel. Aangezien de emoties binnengehouden worden. Dus op een gegeven moment is één van jullie twee weggelopen van deze situatie. En het kan zijn dat diegene weer terugkomt, want er is wel liefde. Diegene voelt wel liefde voor jou. En jij ook voor de ander. Dus het kan zijn dat jullie momenteel in een fase zitten van geen contact. En met deze kaart, die aangeeft, zet die stap en laat de ander weten wat jouw gevoelens zijn voor diegene. Dus wellicht dat jij dat aankomend weekend gaat doen. Zeker met deze kaart, het Rad van Fortuin. Kan betekenen een nieuw begin, een einde en een nieuw begin. Dus het kan zijn een einde van deze situatie in en uit. Aankomend weekend wordt er wellicht door een van jullie beiden worden er gevoelens geuit. Aangegeven van ik voel liefde voor jou en ik zou graag verder willen met jou. En dit na een periode van eenzaam voelen. Dus het rond blijven draaien in een rad komt tot een eind. Dit kan ook te maken hebben met een wens die gewoon uiteindelijk in vervulling gaat. Dus heel positief voor de waterman. Met het Rad van Fortuin kan het zijn dat je te maken hebt met een stier, met een leeuw, met een schorpioen of een waterman. En het kan, ja, waterman staat hier ook voor jou natuurlijk. Het zijn de fixed sterrenbeelden. Deze houden niet zozeer van grote veranderingen. Dus wellicht waarom is dat ook een reden waarom de situatie stil is komen te liggen, om het zo te zeggen. Maar met deze kaart komt er aankomend weekend veranderingen. Dus uit jouw liefde en uit jezelf naar deze persoon toe. En ontvang die liefde op het moment dat deze persoon, de koning van Kelka, jou vertrouwt. Weet dat hij of zij jou in vertrouwen kan nemen. Dan zal dezegene ook zijn emoties tonen. En dan zal dezegene ook heel loyaal zijn naar jou toe. Dus dat is wat ik heb voor jullie watermannen. Dan ga ik verder met de vuurtekens. Vuur. Ik ben benieuwd wat er komt voor de vuurtekens. Ik hoop dat jullie een vurig weekend tegemoet kunnen zien. Ik ga beginnen met de ram. Welke boodschap mag er uitkomen, spirit, universum, voor de ram? Op het gebied van de liefde, aankomend weekend 2 tot en met 4 juli. Op het gebied van de liefde. Voor de ram. Welke boodschap kunt u mij geven voor de ram? You deserve love. Jij verdient liefde. Je verdient liefde. You are lovable. Je bent iemand om van te houden. Dus dat is het thema voor de ram. Heb vertrouwen. Je bent iemand waar mensen van kunnen houden. En je verdient liefde. Wat kan de tarot mij voor boodschap geven voor de ram? Aankomend weekend 2 tot en met 4 juli. Nog 2 kaarten alstublieft. Voor de ram in de liefde. Aankomend weekend. Wow. Aankomend weekend. Ja. Oeh. De keizer. Heel toepasselijk. Ram energie. Schildknaap van Kelken, waterenergie, dus dat kan zijn schorpioen, vissen, kreeft,
kan zijn dat jij met een van deze tekens te maken hebt. En dan hebben wij hier de aas van zwaarden. Luchtenergie, tweeling, weegschaal, waterman. Dus wellicht heb je met een van die tekens te maken. Dit zie ik dus als zijnde jouw energie, de keizer. Dit weekend sta je in je kracht. Je neemt het voortouw in de situatie. Je weet wat je wil. In de keizer komen eigenlijk alle kenmerken van alle vier de koningen. Dus alle tekens lucht, water, vuur, aarde samen. De keizer weet welke beslissingen die wil, hij of zij wil maken en gaat daarvoor. En met deze kaart, jij verdient liefde. Ja, zie ik dat jij op dit moment in dit weekend in je kracht staat. Dan hebben we hier de schildknaap van Kelken. Dit kan een liefdesaanbod zijn van iemand. Dus het kan zijn dat jij met al je kracht in deze keizermodus iemand een aanbod gaat doen in de liefde. En een nieuw begin wil met iemand. Wat jij middels communicatie gaat duidelijk maken. Dit is een boodschap. Het kan ook zijn dat je iemand iets wil aanbieden. Het kan ook omgedraaid zijn, dus dat jouw persoon jou een aanbod wil doen en naar jou toe gaat communiceren. Mocht het jouw persoon zijn, dan kan het zijn dat je te maken hebt met een jonger iemand. Maar het wordt wel een emotionele communicatie of een bericht waarin emoties geuit worden. Ja, en met deze aas van zwaarden zie ik een nieuw begin ontstaan aankomend weekend, Ram. Dus dat is wat ik voor jullie heb. Heel erg positief. Ik ben benieuwd of dit resoneert. Laat me na het weekend weten inderdaad wie er een aanbod heeft gedaan of heeft ontvangen in de liefde. Ik ben heel erg benieuwd. Maar onthoud, je verdient liefde en je bent iemand om van te houden. Volgende sterrenbeeld is de leeuw. Leeuw. Welke boodschap wil ze geven, universum, in de liefde aankomend weekend 2 tot en met 4 juli voor de leeuw? Welke boodschap in de liefde kunt u mij geven voor de leeuw? Welke boodschap in de liefde voor de leeuw? Nou, daar vallen er 2 uit. Ik pak ze allebei. Vlucht is de eerste kaart die eruit komt. Extend your lighthearted energy to others. Dus geef jouw luchtige energie aan anderen. Wellicht ga je dit weekend, nu het weer mag, ergens naartoe. Laat dan gewoon jouw luchtige energie aan anderen zien. En de tweede kaart is make the effort. Doe de moeite. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Een grote liefde is het waard om de stappen te nemen die jou aangereikt worden. Dus wellicht ga je dit weekend ergens naartoe inderdaad. Social event. En ja, is het heel luchtig, vrolijk, feestelijk allemaal. Mocht je iemand tegenkomen waarvan je denkt, ja, dit is wel iemand waartoe ik me aangetrokken voel, dan neem die stappen om dit verder te laten ontwikkelen. Ik wil even zien wat de tarot jullie kan vertellen voor de leeuw. Aankomend weekend 2 tot met 4 juli in de liefde. Welke kaarten mogen eruit komen voor de leeuw? Universum in de liefde.
Leeuw in de liefde, aankomend weekend. Aankomend weekend. Aankomend weekend. Nou, ik zie het al helemaal voor me. Leeuw, je staat aankomend weekend helemaal in je eigen kracht. Ik zag de koningin van staven eruit vliegen. En dat is jouw energie, leeuwenergie. Nog één kaart alsjeblieft voor de leeuw. Dat zijn er te veel, die ga ik niet nemen. Eén kaart alsjeblieft voor de leeuw. Aankomend weekend. Oeh. Dat is een heftige, zware energie wat ik hier bij voel. Als eerste kaart hebben wij hier de 8 van zwaarden. Het gevoel van vast te zitten. Niet uit de situatie te kunnen komen waar er in principe wel een uitweg is voor de situatie. Dus want deze mevrouw die heeft een blinddoek om. Mocht ze haar blinddoek afdoen, dan zitten de touwen die zij om haar heen gebonden heeft eigenlijk maar heel losjes en kan ze zichzelf makkelijk bevrijden uit de situatie waar ze in zit. Dus ook met deze twee Romans Angel cards heb ik het idee van, ga dit weekend uit die zware energie. We hebben hier ook de hermiet, kan te maken, kan dat je te maken hebt met een maagd. De hermiet is echt een kaart van je innerlijke licht schijnen. Dus in jezelf keren, je wellicht afsluiten van je omgeving. Dus kom dit weekend uit deze energie. Ga iets leuks doen en ja, flirt. Ben vrolijk, geniet. Geniet van je weekend. Ga leuke dingen doen. Met deze koningin van staven zie ik dat het helemaal goed komt. En dit is een koningin, ja, heel creatief, heel passievol. Dus ja, dat is ook echt de leeuw, heel passievol. Geniet van de dingen die ze doet. Loyaal persoon. En ik heb gewoon het gevoel dat, dat jij dit bent op dit moment en aankomend weekend. Je gaat gewoon in je kracht staan. Wellicht na een periode van afzondering sta je nu in je kracht, laat jezelf shinen als het ware en flirt, maak er een mooi weekend van, flirt en ja, een grote liefde is het waard om de stappen te nemen, dus ga op je doel af, sta in je kracht, ga op je doel af en kom uit deze energie alsjeblieft dit weekend. Dus leeuwen, dat is wat ik voor jullie heb. Laat me weten hoe dit resoneert met jullie. Mochten jullie op dit moment nog niet op de like-button geduwd hebben, dan doe dat alsjeblieft. Ik ga verder naar het volgende sterrenbeeld en dat is de boogschutter. Welke boodschap, universum, kunt u mij laten zien voor de boogschutter? Aankomend weekend 2 tot en met 4 juli. Voor de boogschutter in de liefde. Welke boodschap kunt u mij laten zien voor de boogschutter en de liefde? Aankomend weekend. Wat voor spannend mag de boogschutter meemaken aankomend weekend? Vrijdag 2 juli tot en met zondag 4 juli. Boogschutter in de liefde. Boogschutter in de liefde. Aankomend weekend. Eén kaart alsjeblieft. Universum. Nou, hij wil er nog niet zo snel uitkomen. Ik hoop niet dat dat een voorbode is van de energie aankomend weekend. Eén boodschap voor de boogschutter en de liefde aankomend weekend. Nog één keer. En anders ga ik de kaart zelf eruit halen. Ja. En die wil echt niet. Met mijn linkerhand. De hand van de waarheid.
de boodschap die eruit komt, dat is engagement. Your life is ascending to a higher level of commitment. Your love life. Je liefdesleven wordt op dit moment wellicht, of zal op dit moment aankomend weekend, naar een hoger level getild worden. Spannend. Kan zijn dat jij op dit moment een los contact hebt met iemand, met de persoon waar je aan denkt, en dat dit weekend echt een relatie zal worden. Het kan zijn dat je met iemand in een relatie zit en je gaat je verloven, of diegene vraagt je ten huwelijk. Kan allemaal. Dat is een hele mooie boodschap voor het aankomend weekend. Ik ben benieuwd. Ik wil graag 3 kaarten van de tarot voor de boogschutter in de liefde. Boogschutter in de liefde aankomend weekend. 2 tot en met 4 juli. Nog 2 kaarten. Ja, dankjewel. 1 kaart voor de boogschutter in de liefde. 2 tot en met 4 juli. Dit weekend. Wat mag de boogschutter dit weekend verwachten in de liefde? Nou, ik vind het zelf één van de mooiste kaarten uit het dek. De ster. Kan zijn dat je te maken hebt met een waterman. Ster is de kaart van de waterman. Tweede kaart die eruit komt voor de boogschutter en de liefde is de ridder van zwaarden. Kan zijn dat je te maken hebt met een luchtteken. Tweeling, weegschaal. Waterman, wederom. Dus we hebben al 2 keer waterman. En dan hebben we hier de 7 van pentakels. En dat is aarde-energie. En dat is stier, maagd of steenbok. Nou. Wat ik hierbij voel, is dat na een periode van wachten. Wachten tot de zaadjes die je geplant hebt geoogst zullen worden. Dat is wat deze mevrouw aan het doen is, letterlijk. Wachten op die pentakels die daar groeien. Dus het kan zijn dat je al heel lang in een periode van wachten zit. En de ridder van zwaarden, die rijdt op zijn paard de andere kant op. Dus die periode van wachten is aankomend weekend voorbij. Jij gaat niet langer meer wachten. Je gaat op je doel af. Dit kan ook zijn een communicatie. Ik heb het gevoel dat dit jouw energie is, boogschutter. Dus het kan ook zijn dat jij luchtenergie hebt in jouw teken. Behalve vuur ook lucht. Dit is een hele snelle energie. Past bij boogschutter. Snelle energie. Deze ridder van zwaarden gaat op zijn doel af. Weet wat hij wil. En neemt geen nee. Dus neemt geen genoegen met een nee. Want jij wil. Je hebt de hoop. Je bent ervan overtuigd dat jij je doel gaat bereiken. En je weet dat jouw wensen in vervulling zullen gaan. Dus dit weekend ga jij actie ondernemen, zoals ik het zie. Draai de rollen ook om, mocht het voor jou andersom zo zijn. Het kan ook zijn dat jouw persoon naar jou toe actie gaat ondernemen. Dus boogschutter, laat me weten wat hiervan klopt inderdaad na het weekend. Ik ben heel erg benieuwd. En dan gaan we verder naar het volgende teken. En dat zijn de aarde tekens. Ik ga beginnen met de stier. Universum. Welke kaart, welke boodschap in de liefde kunt u mij geven voor de stier voor het weekend? 2 tot en met 4 juli voor de stier. Ja. Dat was snel. Stay optimistic about your love life. Blijf positief over je liefdesleven. Positive thinking and faith will bring you romance. Dus positief blijven denken en vertrouwen zal jou romantiek brengen, liefde brengen. Nou, het kan zo zijn dat je op dit moment in een contact of een relatie zit met iemand waar jij
het een beetje verloren bent. Het positieve denken. Er kunnen dingen gebeurd zijn waardoor je op dit moment wellicht niet heel positief, de toekomst niet heel positief ziet. Dus ik ga even kijken wat de tarot voor de stier heeft in de liefde. Aankomend weekend 2 tot en met 4 juli. Welke boodschap voor aankomend weekend? Stier in de liefde, aankomend weekend. Alsjeblieft een goede boodschap voor mijn stieren. Aankomend weekend 2 tot en met 4 juli in de liefde. Nou, heel toepasselijk. Vliegt daar de lovers. Uit het dek. En we hebben 3 kaarten. We hebben, zoals ik zei, de lovers, de geliefden. Dus de liefde, keuze in de liefde is zeker iets wat aankomend weekend centraal staat in jouw energie. Keuze in de liefde, het kan zijn dat je te maken hebt met een tweeling. Het kan zijn dat jij in het verleden voor jezelf alleen de negatieve kanten van een bepaalde relatiesituatie zag. En niet zozeer de positieve kanten. Of wellicht dat je die positieve kanten eigenlijk verdrukt hebt, om het zo te zeggen. Maar je gaat hier een keuze in maken. Dan hebben we hier de 4 van pentakels. Dat is aarde-energie, jouw eigen energie. Stier, maagd, steenbok. Energie van vasthouden, stagnatie, zoals ik zei. Het was misschien moeilijk in het verleden om positief te blijven. En je blijft een beetje in die energie hangen. Waar je in zat. Dus daarom positief denken en vertrouwen. Je had wellicht geen vertrouwen in deze relatie. Maar je maakt daar een keuze in. En met de 8 van staven ga jij dit weekend vooruit in deze situatie. Dit kan staan voor een snelle communicatie. Dus of jij of jouw persoon gaat na het maken van een keuze. Wil ik dit niet. Maar de Romans Angel Card zegt al, stay positive. Vertrouwen, dat brengt jou liefde. Dus vertrouw in deze situatie. Durf een beetje los te laten. Blijf niet vasthouden in die oude denkpatronen. En kom in beweging. Er gaat beweging plaatsvinden, hoe dan ook. Dit kan, als het gaat om liefde, inderdaad een boodschap zijn in de liefde. Dit kan ook zijn dat je letterlijk naar iemand toe reist. Of iemand komt naar jou toe. Dus dat is wat ik voor jullie heb, stieren. Heel spannend. Ik ben benieuwd hoe dit voor jullie gaat uitwerken het aankomende weekend. Laat het me weten in jullie reacties. En dan gaan we verder met het volgende sterrenbeeld. En dat is maagd. Welke boodschap, universum, kunt u mij geven voor de maagd in de liefde aankomend weekend? 2 tot en met 4 juli, maagd in de liefde. Maagd in de liefde. Aankomend weekend, 2 tot en met 4 juli. Maagd in de liefde. Welke kaart voor de maagd in de liefde? Kan soms even duren voordat de juiste boodschap eruit komt. Nou. De kaart die voor jullie eruit wil komen is finances en career. Niet echt een boodschap gericht op liefde. Financiën en carrière. Financial issues are a factor in your love life right now. Financiële issues spelen op dit moment een rol in je liefdesleven. Het kan zijn dat jij op dit moment gericht bent op je werk. Dus werken, werken, werken om je financiële situatie te stabiliseren. Waardoor je eigenlijk geen tijd hebt voor de liefde. Het kan ook zijn dat jij
wellicht financiële problemen hebt op dit moment. Ik hoop het niet, maagd. Waardoor je bijvoorbeeld geen leuke dingen kan gaan doen. Geen nieuwe mensen kan leren kennen. Dus in die zin heeft het ook weer een uitwerking op jouw liefdesleven. We gaan kijken wat de tarot voor jullie te zeggen heeft. 3 kaarten alsjeblieft voor de maagd. Voor aankomend weekend 2 tot en met 4 juli 2021 in liefde. Voor de maagd. Nog 1 kaart alsjeblieft. Universum voor de maagd. Aankomend weekend 2 tot en met 4 juli in de liefde. Eén kaart voor de maagd. In de liefde. In combinatie met de kaart die zojuist van het Romans Angel deck eruit is gekomen, voel ik hierbij, we hebben hier de keizer, dus is een ramenergie. Het kan zijn dat dit staat voor jouw persoon, voor jouzelf, of dat jij bijvoorbeeld heel veel ram of vuur in jouw teken hebt. We hebben hier de koning van zwaarden. Dat is iemand die heel veel meegemaakt heeft. Het kan een koning of een koningin zijn, man of vrouw. We hebben allebei mannelijk en vrouwelijk energie in ons. Dat is iemand die heel veel meegemaakt heeft. Heel intelligent is. Door de ervaringen die hij of zij heeft gehad in het verleden. Maar het kan ook zijn dat je daardoor mensen niet snel toelaat in jouw leven. En met de keizer dat je heel hard werkt aan je financiële stabiliteit. Zoals deze kaart ook aangeeft. Dus dat is echt de energie die ik op dit moment voel, maagd. Je bent bezig met het werken aan jezelf. Met het opbouwen van jouw keizerrijk, om het als het ware te zeggen, emotioneel, maar ook je gedachten op een rij zetten. En je bent op dit moment niet echt in een modus om mensen binnen te laten. Dus ik zie in een aankomend weekend inderdaad nog niet dat er een nieuwe liefde op je pad zal komen. Dan hebben we als derde kaart hier de 7 van zwaarden. Dat is een kaart van bedrog. Een kaart van leugens. Een kaart van backstabbing. Dus ik heb het gevoel dat deze kaart staat voor wat jij inderdaad mee hebt gemaakt. Wellicht in een relatie die onlangs beëindigd is. En dat je op dit moment nog heel vijandig staat, om het zo te zeggen, tegenover de liefde. Dus aankomend weekend zie ik voor jou inderdaad niks nieuws in de liefde, helaas. Maar ja, vind ik heel jammer. Het zijn niet de boodschappen die ik graag wil overbrengen. Hopelijk resoneert deze dan niet. Maar laat het me weten in de reacties. En dan ga ik verder naar het volgende sterrenbeeld. En dat is de steenbok. Universum, welke kaart? Welke boodschap kunt u me laten zien voor de steenbok? In de liefde. Aankomend weekend, 2 tot en met 4 juli. Steenbok in de liefde. Dan hebben we een kaart voor jullie. Worth waiting for. Het is het wachten waard. Divine timing is at work in your love life. Hoe zeg ik ook alweer? Divine. Ja, het wordt vanuit het hogere, vanuit het universum aangestuurd. Op dit moment werkt het universum voor jou om de juiste stappen te nemen in jouw liefdesleven. En het
is het wachten waard. Dus wellicht zit jij op dit moment in een wachtmodus. Ik ga kijken wat er voor jullie voor aankomend weekend uitkomt uit de tarot. 3 kaarten voor de steenbok voor aankomend weekend 2 tot en met 4 juli voor de steenbok. 3 kaarten alsjeblieft voor de steenbok. Steenbok in de liefde aankomend weekend. Wat mag de steenbok verwachten in de liefde aankomend weekend? Wellicht kom jij die persoon dit aankomend weekend tegen waar je al heel lang op aan het wachten bent. We hebben hier de kaart Staven 5. Een kaart van conflict. Conflicten waar ook meerdere partijen bij betrokken kunnen zijn. Dus wellicht gaat het om een persoon die al in jouw energieveld is. Iemand waarmee je wellicht een relatie hebt gehad of nog steeds in een relatie zit. Op dit moment, ja. Of tot op dit moment zullen er wellicht nog conflicten zijn geweest. Met de maan. De kaart van vissen. Dus het kan te maken hebben dat je. Het kan zijn dat je te maken hebt met een vis. Kan het zijn dat er geheimen zijn. Dingen die jij op dit moment nog niet ziet. En wellicht duidelijk worden aankomend weekend. Kan zijn dat dingen, zaken duidelijk worden in een situatie middels een conflict. Dat er dingen uitgesproken worden waardoor er duidelijkheid komt voor jou. Maar dit is allemaal vanuit het universum wordt dit op deze manier geregeld. Dus dit moet zo zijn. En dan met deze kelke 7 zie ik een kaart van onduidelijkheid. Net als met de maan. Onduidelijkheid, opties, keuzes, niet weten welke keuze te maken. Dus op dit moment zie ik nog niets nieuws ontstaan dit weekend. Je bent nog in een fase waarin niet alles duidelijk is. Je zit nog in een conflict. Maar aangezien dit inderdaad die Romans Angel card het heeft over divine timing. Nou, dit weekend zie ik qua liefde nog een hoop onduidelijkheid. Wellicht dat er een conflict zal ontstaan dit weekend. Een conflict waar meerdere personen bij betrokken zijn. Het kan zijn dat jouw persoon of jij meerdere opties hebt. Als degene waar jij op dit moment aan denkt meerdere opties heeft, dan is dat wellicht hetgene wat op dit moment nog niet duidelijk is voor jou. Dus qua liefde, weet, in divine timing, zul jij ook de liefde krijgen die jij verdient. Want deze kaart valt er niet voor niks uit. Worth waiting for. Het is het waard, het wachten waard. Dus dit alles waar je nou doorheen gaat, het conflict, deze onduidelijkheid, is het allemaal waard. Want uiteindelijk zul je liefde ontvangen. En uit deze situatie komen. Nou, dat is wat ik voor jullie heb. Steenbok. Ik wil graag weten of dit inderdaad voor jullie geresoneerd heeft. Voor de aankomend weekend. Laat me dat weten in de reacties. Mochten jullie nog niet op de thumbs up geklikt hebben. Like dan nu even mijn video. En dan ga ik verder met de watertekens. Ik ga beginnen met vissen. Universum. Welke kaart van de Romans Angels moet je geven? Welke boodschap voor de vissen in de liefde aankomt weekend 2 tot en met 4 juli? Vissen in de liefde. Vissen in de liefde. 2 tot en met 4 juli. Vissen in de liefde. 2 tot en met 4 tot en met 4 juli. Liefde voor vissen aankomend weekend. Kom op. Een mooie boodschap alsjeblieft voor de vissen in de liefde aankomend weekend. Vissen in liefde aankomend weekend 2 tot en met 4 juli. Wat kan de vis aankomend weekend
allemaal veel spannends verwachten in de liefde. Welke boodschap kunt u mij geven? Ja, kwam er toch in uit. Gelukkig. Heart-to-heart conversations. Honestly, discuss your feelings with each other. Nou. Wellicht ga jij in dit weekend in gesprek met degene waar je op dit moment aan denkt. Kan zijn iemand waar je een relatie mee hebt. En je gaat eerlijk jouw gevoelens op tafel leggen. Jullie gaan beide eerlijk jullie gevoelens naar elkaar toe op tafel leggen. Dus emotionele gesprekken kunnen dat zijn. Wat kan de tarot mij voor boodschap geven voor vissen? Aankomend weekend voor vissen. Nou, ik hoef maar één keer te schudden en dan vallen meteen drie kaarten uit. De eerste kaart die eruit valt is jullie kaart, de kaart van vissen, de maan. Tweede kaart die eruit valt is de 10 van zwaarden met de tekst eronder everything is fine, alles is oké. Okay. Derde kaart is de fool. Nou, jullie kunnen dus te maken hebben met een vissen. Jullie kunnen ook te maken hebben met een luchtteken. En dat is tweeling, weegschaal en waterman. Wat ik zie met de maan. De maan kan staan voor onduidelijkheden. Dingen die zo zijn, maar die jij op dit moment niet ziet. Of nog niet ziet. Omdat dit ook de kaders van de vissen, kan het wellicht zijn dat jij tot nu toe nog niet eerlijk naar jouw persoon toe hebt gecommuniceerd wat jouw gevoelens zijn. Of wellicht is er een situatie die jij niet gedeeld hebt. Een gebeurtenis die jij niet gedeeld hebt met jouw persoon. En wellicht ga je dat aankomend weekend doen met deze... heart-to-heart conversations. Wellicht komt al dit weekend duidelijkheid nadat jullie een goed gesprek hebben gehad. En met die duidelijkheid zal er ook een einde komen aan pijn. En een nieuw begin. Bij elk einde is er weer een nieuw begin. Het kan zijn dat het achterhouden van bijvoorbeeld jouw gevoelens, emoties of... Ja, het kan ook ergere dingen zijn natuurlijk die achtergehouden zijn. Maar met de communicatie, met deze gesprekken die jullie met elkaar zullen hebben, komt er een einde aan de pijn die dit wellicht met zich mee heeft gebracht. En zijn jullie beiden in staat om in het diepe te springen en gewoon weer een vrolijk, luchtig begin. Nieuw begin met een schone lei, nieuw begin, stap in het diepe. Neem het risico. Het is wel een risico natuurlijk. En zeker op het moment dat dit gespeeld heeft. Onduidelijkheden, geheimen, pijn. Is het een risico? Maar deze gesprekken, dat zal aankomend weekend plaatsvinden voor jullie vissen. En dan gaat de zon weer schijnen. Dus hartstikke positief voor jullie. Ik hoor graag... Of dit inderdaad resoneert voor jullie. Laat even een bericht achter. Want ik ben altijd heel erg nieuwsgierig. En dan ga ik verder naar het volgende sterrenbeeld. En dat is het sterrenbeeld kreeft. Universum. Welke boodschap kunt u mij geven voor de kreeft en de liefde? In de liefde voor het aankomende weekend voor de kreeft. Wat gaat het aankomende weekend gebeuren voor de kreeft en de liefde? 2 tot en met 4 juli voor de kreeft en de liefde. Kreeft en de liefde. Ik ben benieuwd. Welke kaart, welke boodschap mag eruit komen voor de kreeft en de liefde? Aankomend weekend. Trust. Vertrouwen. This situation is calling for you to have faith. Deze situatie vraagt van jou om vertrouwen te hebben.
Dus als ik die kaart zie, deze kaart vraagt om vertrouwen te hebben, dan zal het wel waarschijnlijk zo zijn dat je op dit moment in een situatie zit waar je wellicht geen vertrouwen in hebt of het niet zo positief inziet. Maar met deze kaart heb vertrouwen voor het aankomende weekend. Dus keep that in mind. Ik ga 3 kaarten... Nee, die pak ik nog niet. Dat is een hele mooie kaart, maar die pak ik nog niet, want ik had mijn vraag nog niet gesteld. Welke kaarten, boodschappen, kunt u me laten zien voor de liefde van de kreeft aankomend weekend? 2 tot en met 4 juli. Kreeft en de liefde, aankomend weekend. Welke boodschap mag eruit komen voor de kreeft en de liefde aankomend weekend? Welke boodschap voor de kreeft en de liefde aankomend weekend? Kreeft en de liefde. 2 kaarten. Nog 1 kaart alsjeblieft. Universum voor de kreeft en de liefde. Aankomend weekend. Wat kan de kreeft aankomend weekend verwachten? Zo. Nou, dat was volgens mij ook de kaart die net meteen uit het dek wou vliegen. En die ik teruggestopt heb. De eerste kaart. De chariot. Nou, echt helemaal geweldig. Dit is de kreeftenergie. Bij de ram kwam ook de ramenergie als eerste kaart meteen eruit. En bij de kreeft dus de kreeftenergie. Dan als tweede kaart de 3 van pentakels. Derde kaart de aas van zwaarden. Nou, echt prachtige kaarten. Heel positief. Heb vertrouwen in de situatie. Neem dat vertrouwen mee op je reis, op je weg, naar je doel, naar je overwinning. Want dat is wat jij gaat doen. Jij gaat op weg naar een overwinning, vol zelfvertrouwen. Jij wil deze situatie tot een goede relatie brengen, een samenwerking met jouw persoon waar je op dit moment aan denkt. Met de 3 van pentakels, dat is een bundeling van verschillende talenten om uiteindelijk een doel te bereiken. Dus jij gaat op weg naar jouw persoon en wil met deze persoon een samenwerking aangaan, een relatie. En je wil je skills gebruiken om deze relatie te laten bloeien. En dat is wat jij met deze aas van zwaarden gaat aanbieden aan jouw persoon. En dat kan heel snel zijn, dus inderdaad aankomend weekend kan het zo zijn dat jij dit communiceert naar jouw persoon toe. Je gaat op weg naar je persoon en jij geeft jouw persoon een aanbod in de liefde. Of draai de rollen om, dat kan natuurlijk ook. Het kan ook zo zijn dat jouw persoon jou een aanbod gaat doen in de liefde. Het kan zijn dat je te maken hebt met een kreeft. Het kan ook zijn dat je te maken hebt met een aardeteken. Dus een stier, een maagd of een steenbok. En dan hebben we hier nog luchtenergie. En dat is tweeling, weegschaal en waterman. Waar jij te maken mee kunt hebben. Ja, dit is gewoon een heel opwindend... ik krijg gewoon energie van deze kaarten. Hè, vertrouwen. Een nieuw begin zal er zijn. Een communicatie over een nieuw begin zal er zijn. Een stabiel liefdesleven. Snelle communicatie. Dus je kunt heel snel communicatie verwachten of jij gaat heel snel op jouw doel af en die overwinning tegemoet. Nou, heel positief voor de kreeft. Dan gaan we door naar het laatste sterrenbeeld en dat is de schorpioen. Als laatste sterrenbeeld. Universum, welke boodschap kunt u mij geven voor de schorpioen voor het weekend van 2 tot en met 4 juli als het gaat om liefde? Voor de schorpioen, een boodschap op het gebied van liefde. En dan vallen er 2 uit. Nou, ik ga ze allebei nemen. Dat is niet voor niks, zeg ik altijd. Wanneer er 2 kaarten uitvallen. De eerste kaart, worth waiting for. Die had ik net ook bij een ander sterrenbeeld. Divine timing is at work in your love life. Dus het universum is op dit moment bezig met jouw liefdesleven. En alles gebeurt in het tempo dat het moet gebeuren. Dat is het lot, om het zo te zeggen. Maar het is het waard om te wachten. Dus het kan zijn dat je op dit moment al een tijdje aan het wachten bent op die liefdevolle relatie die je graag wil hebben. De tweede kaart is calling in your soulmate. Calling in, ja, oproepen van jouw soulmate.
Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Dus het kan zijn dat als je gelovig bent, dat je bidt, ben je gewoon heel spiritueel, dat jij manifesteert, dat je praat met het universum, dat je dingen visualiseert om te bereiken dat jij en jouw soulmate samen zullen komen. Dat kan dus inderdaad ook centraal staan aankomend weekend. Manifesteren, visualiseren, zie die situatie voor je, je soulmate. Wanneer je iets voor je ziet, visualiseert en al eigenlijk in je visualisatie ervan uitgaat dat het van jou is, dan zal datgene ook naar jou toe komen. Dus ik wil graag weten wat de tarot voor jullie voor boodschap kan geven in de liefde aankomend weekend. Twee kaarten voor de schorpioen in de liefde. Schorpioen in de liefde. Ik kreeg net... Nou, deze wil ik toch even laten zien. De ster ligt onder op het dek. Wensen zullen uitkomen. Een hele spirituele kaart. Je bent op dit moment verbonden... verbonden met het hogere, met het universum. Dat zien we hier ook al liggen. Divine timing is at work right now. Dus dit is jouw lotsbestemming. Je zult jouw dromen zullen uitkomen. Je hebt hoop. En door visualiseren en jouw vraag aan het universum zal dit ook uitkomen. Dus ik hoop inderdaad dat het aankomend weekend is. Dit is ook een kaart van healen. Het is een kaart van de waterman. Dus wellicht heb je te maken met een waterman. Hele mooie kaart. Die wilde ik echt even laten zien. Omdat die toch onder op het dek ligt. De kaarten die er zojuist zijn uitgekomen is de toren. De toren. Dat is een onverwachte gebeurtenis die plaats zal vinden. Een toren hoeft niet altijd slecht te zijn. Ik ben een leeuw. Ik hou persoonlijk wel van torens. Een beetje opschudding en verandering in de situatie. Een toren is ook vanuit het universum. Het universum bemoeit zich met jouw situatie en zorgt dat er een torenmoment komt, zodat jouw situatie verandert. En verandert in positieve zin. Dus af en toe is er een torenmoment nodig om gewoon opschudding te veroorzaken en veranderingen te bewerkstelligen. Dan heb ik als tweede kaart de koningin van kelken. Waterenergie. Kan jouw energie dus zijn. Schorpioen, waterteken. Waterteken inderdaad. Dit is een hele gevoelige persoonlijkheid. Hoeft geen koningin te zijn, kan ook man of vrouw zijn. We hebben beide mannelijke en vrouwelijke energie in ons. Dus iemand die zijn gevoelens, zijn emoties binnenhoudt. Pas echt op het moment dat deze koningin weet dat zij iemand kan vertrouwen, dan zal ze ook haar emoties blootgeven. Is iemand die ook heel intuïtief is. En dan hebben we hier de ridder van kelken. Wederom waterenergie. Wat ik hierbij voel, waterenergie, de ridder van kelken, dat kan staan voor een nieuw emotioneel vervullend begin als het gaat om relaties. Dit kan zijn iemand een emotionele boodschap geven. Iemand tonen wat jouw gevoelens zijn voor hem of haar.
wat ik uit deze drie kaarten voor jullie kan opmaken, is inderdaad dat je tot op heden bezig bent geweest inderdaad met affirmaties, visualiseren, bidden wellicht, om jouw persoon en jij zelf samen te brengen. Het is het waard om te wachten. Dus dat zegt mij dat er wel een liefde voor jou zal zijn die jouw vervulling zal geven. Dus het kan zijn dat er dit weekend een torenmoment zal plaatsvinden. En met de kaarten die hierbij liggen, zie ik dat er wellicht beweging komt in de situatie. Een torenmoment kan eruit bestaan dat van het binnenhouden van emoties, het niet delen van emoties, dat er op dit moment, of dit weekend, emoties getoond gaan worden naar de ander. Dat kan een torenmoment zijn. Dus dat is wat ik voor jullie zie. Dus ik wil graag weten of dit inderdaad resoneert. Het kan voor de ander een complete verrassing zijn dat jij je emoties uit. Diegene die kan compleet totaal niet verwacht hebben dat jij dit voor zoveel liefde voor hem of haar voelt. Dat kan het torenmoment zijn. Dus ik ben benieuwd of dit resoneert. Laat het me weten in de reacties. Want ik ben altijd heel nieuwsgierig. En dan wens ik jullie allemaal een heel fijn weekend toe. Met een hele hoop liefde. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar mijn video. Ik ben pas begonnen op YouTube. Dus mocht je nog niet op die like-button geklikt hebben, doe dat dan. Abonneer je op mijn kanaal als je meer readings wil zien van mij. Ik post elke maand sterrenbeelden readings op het gebied van tarot. Ik post readings met orakelkaarten en tarot als bonus voor het aantal weergaven per video. Dat heb ik nou onlangs ook weer gedaan. De video's die meest bekeken worden, daar doe ik ook een bonus reading voor. En dit is dan de wekelijkse weekend reading. Dus abonneer jezelf, dat zou ik heel erg op prijs stellen. Dat helpt mij om mijn kanaal te laten groeien. En like. Alvast bedankt allemaal en een heel fijn weekend. Doei!